Hey en welkom bij een nieuwe video. En in deze specifieke video ga ik je alles uitleggen over je homepage. En je homepage is super belangrijk. Zoals je weet hebben we nu je general store die we gaan bouwen. En daarin hebben we eigenlijk 3 tot 5 niches van jouw 20 gekozen producten. Ik heb voor deze general store voor de naam Belavi gekozen. En ik heb een vrouwelijke achtige tint erachter aangekoppeld. Dat ik veel vrouwelijke producten op deze store verkoop. Ik ga alles van stap voor stap, van boven naar beneden, met je doornemen, zodat je precies begrijpt hoe een ideale homepage eruit gaat zien. We beginnen altijd bovenaan bij je announcement. En ik heb hier voor een call to action gekozen. 50% korting plus gratis verzending alleen deze week, met wat urgency, wat super goed werkt. Daarna heb je je logo. Dat heb je zo groot mogelijk. Je zoekbalk, je menu en je winkelwagen. Je kan kiezen voor een transparante achtergrond of voor een witte. Ik heb in dit specifieke voorbeeld voor een transparante gekozen, maar dat is puur persoonlijke voorkeur. Dan gaan we door naar je slideshow. Dat is eigenlijk de eerste foto die iemand ziet als ze op je homepagina terechtkomen. En ik heb hier gekozen voor deze vrouw die ook wat blauws aan heeft en dat past ook goed bij mijn thema kleuren. Mijn main kleur voor deze store is blauw. En daarvoor heb ik altijd gekozen omdat Facebook blauw heeft, Zoom heeft blauw, Stripe heeft blauw, PayPal heeft blauw. Blauw staat voor zelfvertrouwen. Ik zou je aanraden om ergens op Google te zoeken naar verschillende soorten kleuren templates. En dan zie je precies welke kleur welk gevoel geeft. En blauw is dus voor zelfvertrouwen. En daardoor gaan mensen eerder een aankoop doen op jouw specifieke store. Dan heb ik hier voor de foto gekozen met Shop tot wel 50% korting en Shop our collections. Dat mensen gelijk naar onze collecties kunnen gaan en van daaruit verder kunnen shoppen. Dan komen we bij het stukje bestsellers. En hierin wil je dus 4 producten gaan plaatsen. En je 4 best verkopende producten. Nou, hoe doe je dat nou als je nog geen product hebt getest? Je pakt de 4 producten van je 20 productenlijst met de meeste orders en die zet je gewoon hierin. Dan gaan we even dieper verder in op de foto's, de prijs en de bespaar 50%. Ik hou ervan om de bespaar 50% in dezelfde kleur te geven als mijn main kleur. En dat is in deze specifieke store blauw. Nou, we hebben natuurlijk onze verkoopprijs en onze vergelijkingsprijs. Hou je verkoopprijs in het groen en je vergelijkingsprijs in het rood. Dat ziet er super netjes uit. En zorg ervoor dat de eerste foto van je product een lifestyle foto is. En dat zie je ook hier goed in terug, dat het product in gebruik is. Dan heb je een stukje over je collecties. We hebben natuurlijk onze 3 tot 5 niches, dus die zou ik er zeker inzetten. Het kan make-up zijn, beauty, fashion, speelgoed. Maakt niet uit. Kijk waar jouw specifieke producten in zitten. En maak daar wat collecties omheen op je homepage. Zorg dat dat er netjes uitziet. Dan heb ik weer gekozen voor een foto met een stukje tekst. En ik heb gekozen voor dezelfde vrouw, omdat die past bij de blauwe kleur van de specifieke store. Dat is heel handig om te doen, omdat dat gewoon netjes eruit ziet samen met elkaar. Dan heb ik nog een stukje tekst met wij zijn op een missie. En daarin heb ik eigenlijk aangegeven van oké, we zijn nog meer dan 10.000 mensen willen helpen hun mooiste leven te leiden. Bijdragen aan hun uiterlijk comfort en zelfvertrouwen, omdat deze specifieke store heel erg veel vrouwelijke producten verkoopt. Oké. Dan heb ik nog een stukje een call to action voor je nieuwsbrief. Zorg ervoor dat je dat er ook in hebt staan, want dat ziet er gewoon super netjes uit. Op je homepage kunnen mensen zich aanmelden voor een nieuwsbrief. En dan heb je daadwerkelijk ook meer mensen in je nieuwsbrief die je gratis terug kan targeten met unieke deals, met giveaways, met speciale kortingen, zodat je meer omzet gaat maken uit je specifieke webshop. Dan heb je nog je footer. En daar heb ik eigenlijk de standaardpagina's, contacten, ons volg je bestelling, FAQ-pagina, bestelling en levering, retour en terugbetalen, privacy policy, algemene voorwaarden. Al deze specifieke pagina's heb ik in een aparte video voor je. En de templates erbij, zodat je deze 1-op-1 kan overnemen, geen tijd eraan verspilt. Het enige wat je hierin hoeft aan te passen is je naam, je KVK en je bedrijfsgegevens. Dat is wel heel belangrijk. Nou, en dan hebben we hier nog copyright staan, helemaal onderaan, 2023, Belavi storenaam. En eigenlijk de payment providers, Ideal, Mastercard, Visa, creditcard, etc. Oké, dit was de eerste video voor je homepage. Ik zie je graag terug in de volgende video, waar ik het met je ga hebben over de product page.